In boekhandel Faco vond vandaag de boekpresentatie plaats van het boek Zo leer ik autorijden, geschreven door Gerrit Desiree Polak. Met de uitgifte van dit boek heeft Polak getracht om een steentje bij te dragen aan het aanwakkeren van een beetje verkeersdiscipline en het opkrikken van verkeersveiligheid. Polak geeft aan wat de drijfveer is geweest voor het schrijven van dit boek. Wat is de drijfveer? Ik kan slechts de vraag terugstellen. Hoe vindt u de verkeersveiligheid in ons land? Hoe zit het met de verkeerscriminaliteit? Hoe zit het daarmee? Dat is de drijfveer geweest en er is niks wat er gebeurt om die verkeersveiligheid op te krikken. Ik merk het niet. Dus ik zei tegen mezelf, maak en schrijf jouw theorieboek en belangrijker, schrijf jouw praktijkboek. Dat kan gaan werken aan het aanwakkeren van een stukje discipline. Ik zeg, kan aanwakkeren een stukje discipline. Volgens Polak maken verkeersdeelnemers heel veel brokken in het verkeer. Mensen rijden roekeloos. Hij is ook van mening dat er strengere maatregelen moeten komen. Deze wetten moeten in de Nationale Assemblee gemaakt worden. Hij hoopt dat de leiding van het ministerie van Justitie en Politie zijn boek verplicht zal stellen voor de rijscholen. De boekschrijver, die zelf eigenaar is van rijschool Clarex, klaar voor het rijexamen, hoopt met de uitgifte een bijdrage te hebben geleverd aan de verkeersveiligheid. Dit is het tweede boek van de hand van Polak. Naast Lucretia Redan, directeur van het ministerie van Justitie en Politie, mochten ook inspecteur Stanley Shangour, Rappa, Lucas Ooft en anderen een exemplaar van het boek Zo leer ik autorijden in ontvangst nemen in boekhandel Faco. Gisteren heeft hij zijn pennenvrucht aangeboden aan president Desi Bouterse.